en welkom bij deze nieuwe video. Het is inmiddels november, dus dat wil zeggen dat het tijd is voor de toppers en de floppers van oktober. Oktober! Ik ben echt helemaal into de herfstsfeer, maar volgens mij was dat wel te zien. In alle eerlijkheid, ik moet zeggen, mijn haar zit best goed, ik ben er best blij mee, maar ik ga zo meteen naar de kapper. Dus de herfstkleuren, die mogen weer iets opgefrist worden. Maar ja, qua make-up, ik heb zelfs gouden sieraden in, een beetje brownie kleding. Ik ben helemaal into de herfstsfeer. Dus ik zou zeggen, als jij wil weten wat mijn herfstfavorieten waren van de maand oktober, dan moet je gewoon lekker blijven kijken. Nou, we zijn best wel weer gegroeid de afgelopen maand, met name met de Shore Academy fam. Superleuk, dus dank jullie wel en van harte welkom in ieder geval. En daarom dacht ik, misschien is het leuk om nog eens even heel kort te vertellen voor de nieuwe kijkers, wat is deze serie nou precies? Nou, heel kort samengevat, toppers en floppers, precies zoals het zegt. Ik ga iedere maand gewoon eens even lekker ervoor zitten. Ga ik eens kijken van, oké, wat heb ik getest, wat heb ik gebruikt? Wat was leuk, wat was minder fijn, wat zijn echte afraders? Dus vandaar floppers. Maar wat waren natuurlijk vooral de toppers? Ik doe ook de opgemaakte producten. Dus een aantal producten die ik die maand heb opgemaakt, die neem ik gewoon eventjes door. Wat vond ik ervan? Zou ik ze opnieuw kopen? En jullie zijn zelf allemaal heel erg fan van deze serie. Ik inmiddels ook. Dus ja, vandaar dat we hem inmiddels echt gewoon iedere maand doen. En ja, ook deze maand heb ik weer best wel dingen opgemaakt. Heel veel getest. Maar ja, goed, dat was natuurlijk te verwachten met al die shoplogs. En best wel weer heel veel mooie dingen ontdekt. Ik moet wel zeggen, ik ben met name bij de toppers heel kritisch geweest. Van, ik heb heel veel getest. Het was echt een full face. Maar wat is nou echt, echt je aanrader? Wat is nou echt die topper? Want we kennen alles wel de toppers doen. Ik moet zeggen, daar begin ik vast even mee, dat ik geen floppers heb in deze video. Het was eigenlijk een hele positieve maand. Een hele drukke maand, maar een hele leuke maand. Dus daar hebben we gewoon even geen tijd voor negativiteit. Dus het is eigenlijk de toppers en de opgemaakte producten. Maar goed, we gaan er in ieder geval lekker in vliegen. Nog even een korte recap van oktober. Nou ja, ik ben natuurlijk deels nog op vakantie geweest, want ik kwam de eerste week van oktober terug van vakantie. Dus het was wat dat betreft ook een maand, als ik het heb bijvoorbeeld over Gucci. Mocht je gelijk denken, waar is die? Die ligt heerlijk even te slapen. Dus misschien dat ze zich dadelijk nog meldt, maar momenteel slaapt ze. Dat was spannend om die voor het eerst natuurlijk even uit logeren te laten gaan. Toen ik terugkwam van vakantie, toen was haar wond van steriliseren redelijk aan het herstellen. Inmiddels, ja, ik ben echt super blij dat het allemaal goed is afgelopen. Helemaal dicht. Je ziet bijna niet meer dat er haartjes weggeschoren zijn geweest voor de operatie. Dus daar ben ik echt super blij mee. En los van het feit dat haar eetlust natuurlijk wel iets gegroeid is, maar ja, ze groeit natuurlijk ook, dus hè, daar valt ook wel wat voor te zeggen, ben ik gewoon echt heel erg blij hoe dat allemaal is gegaan. Dus ja, vakantie, Gucci uitlogeren. Toen ben ik ook nog met mijn collega's in Luxemburg geweest. Nou, dat hebben jullie natuurlijk kunnen zien in de vakantieshoplog. Ik heb weer lekker gekokereld in huis, weer wat vriendinnen gezien die ik een tijd niet heb gezien. Ja, het was gewoon een hele chille maand. Het weer is niet echt helemaal waar ik van hou. Want heel eerlijk gezegd, als we het hebben over het weer in de herfst, dan denk ik dat dat mijn minste seizoen is. Ik vind het mooi dat de blaadjes van de bomen kleuren. Ik vind het superleuk om herfstwandelingen te maken, paddenstoelen te zoeken. Maar als ik nu naar buiten kijk, dan denk ik, ja, herfst, wat heb je te koop? Het is heel druilerig. Het regent niet, want in de herfst regent het natuurlijk ook best wel vaak. Maar het is een beetje heijig. Het is af en toe ook mistig in de ochtend. Het wordt natuurlijk weer vroeger donker, want het is natuurlijk de wintertijd inmiddels is ingegaan. Dus wat dat betreft ben ik meer, zeg maar, die cozy autumn person. Dus ik zit dus met name in het weekend gewoon heerlijk tv te kijken. Die hangt daar. En hier op de bank gewoon lekker te chillen. Dat is eigenlijk gewoon veel meer, zeg maar, voor mij wat de herfst is. Maar ja, wat ik al zei, je ziet het wel in de look terug. Het is echt herfst. En ik ben echt wel into the warm tones. Dus ik vind het wel gewoon leuk. Het was een goede maand. Dus let's go for the next one. Nou, zoals ik al vertelde, opgemaakt product doe ik dus ook. Inmiddels heb ik leuke bakjes voor mezelf. Makkelijke bakjes eigenlijk. En zoals je ziet zit er toch best wel wat in. Ik trap even af met deze. Nou, die kennen we inmiddels denk ik wel grotendeels allemaal. Dit is de foam van Shiseido. En dat is, om precies te zijn, de Complete Cleansing Microfoam Cleanser Remove van de Internal Power Resist lijn. Ik heb dat toen volgens mij bijna alweer een
jaar geleden, denk ik, verteld. Nou, mijn moeder werkt bij de Douglas, zoals de meeste van jullie weten. Zij en haar collega's hadden, ja, zeg maar onderling dit geprobeerd. En haar collega's hadden echt zoiets van, wauw, dit is echt gewoon de beste foam, zeg maar, cleanser voor je gezicht. Maakt je huid zo zacht. En ja, het is gewoon echt top. Die moet je ook proberen. Nou, die ben ik toen ook gaan proberen. Dit is nu de tweede fles, volgens mij, die ik opmaak. En ik ben echt super fan. Het is natuurlijk niet het goedkoopste merk, laat ik dat vooropstellen. Maar ja, mede door deze foam de laatste tijd te gebruiken, is mijn huid er wel echt een stuk beter van geworden. Dus ja, daar wil ik natuurlijk voor gaan. Ik heb nog een backup liggen, dus ja, dat zegt wel hoe fijn die is. Dus ben je op zoek naar een, ja, niet vette, goede reiniger die je huid gewoon echt goed reinigt. Want ik voel het gewoon echt. Niet droog is, mooi zacht houdt. Ja, je wil er toch wat aan uitgeven, dan is dit echt een aanrader. Nou, ik denk dat we het hier heel kort over kunnen hebben, want ik heb deze nu voor de tweede of de derde keer zelfs opgemaakt. Dit zijn de, ja, geurkorrels, of de geurverdrijver heet het zelfs, van Beasties, die ik gebruik in de kattenbak van Gucci. Korte samenvatting, iedere ochtend dan schep ik even de kattenbak leeg, dan doe ik een klein beetje van dit ertussen strooien, dus het grind wat er nog ligt, om het een beetje op te frissen. En deze poeder heeft een soort van lavendelgeurtje, dus het neutraliseert de eventuele geur die achterblijft. Ik ook wel fijn om het grind een beetje fris te houden wat er nog ligt. Ik gooi sowieso één keer per week die hele kattenbak leeg en doe er nieuw grind in. Maar ik vind tussendoor dit en ja, de geur lavendel, I love it. En Gucci eigenlijk ook, die reageert er ook niet op van, ik vind het niet lekker. Dus heel positief, dikke aanrader. En ja, ik denk niet dat het een bus per maand is, maar ja, hij wordt wel goed gebruikt, absoluut. Het is wel een bus van 750 gram, maar ja, het is natuurlijk poeder. Op zich zijn de gaatjes best wel groot, dus hij gaat wel hard. Maar is ook heel fijn. En dan heb ik nog vier wat kleinere dingetjes. Ik heb nog 1 skincare en 3 make-up producten. Skincare, ja, toch wel een van mijn favoriete serums van Dr. Jetske Ulte. Dit is de Acelaic Acid Clarifying Serum. Ja, ik heb deze nu voor de 5e keer, 6e keer opgemaakt. Salicylzuur is gewoon heel fijn met een onzuivere huid. Ik heb toen ik een jaar of 18 was best wel acne gehad. Nog best in een lichte vorm, want je hoort soms echt horrorverhalen en dan mag ik nog best wel in mijn handjes knijpen. Maar blij was ik er niet mee. En ja, mijn huid is toch wel gevoelig, ontstekingsgevoelig. Dus salicylzuur, ja, helpt mij wel om de eventuele ontsteking die er aan zit te komen toch een beetje in te dimmen. En ja, als het dan een ontsteking is of een buisje, ook wel snel weer te herstellen. Dus ja, ik zweer bij dit product. Ik vind de verpakking ook echt fantastisch. Dus het is echt gewoon een drupper. Je hoeft het niet eens aan te raken met de huid. Het is zeer geconcentreerd. Het is natuurlijk wel wat prijziger, want serums zijn nou eenmaal wat duurder. Maar ik zweer er echt bij. Ik heb onlangs met Linda Koopzondag ook weer een nieuwe gekocht. Echt een topper. En dan dus 3 make-uppies. Nou, deze hebben we waarschijnlijk al vaker voorbij zien komen. Dit is echt mijn absolute favoriete liquid eyeliner pen. Deze is van Misha. Ja, dat is een, ja, Chinees of Japans merk en is verkrijgbaar onder andere bij Lico. Ja, dit is gewoon echt een hele fijne eyeliner. Mooie donkerbruine kleur. Ik heb hem nu ook op. Ik heb hem eigenlijk altijd op als ik eyeliner op heb. Het is geen stiftje, maar het zijn echt haartjes. Dus daardoor is hij echt vlijmscherp om een goede lijn te kunnen trekken. De kleur is prachtig en ja, ik geloof dat die 12 of 13 euro is. Nou, er zijn veel duurdere eyeliners op de markt. Dus ja, dit is gewoon echt mijn favoriet nog steeds. En ja, weer eentje opgemaakt. Ik moet zeggen dat ze niet zozeer echt opgaan omdat ze uitdrogen. Maar het is meer, ik draag veel shimmers en glitters, zeg maar, qua oogschaduw. Natuurlijk niet elke dag, maar wel regelmatig. Ja, en dat zie je op een gegeven moment terug in je eyeliner. En na een tijdje, ja, ik heb hem denk ik alweer 3 maanden of zo in gebruik. Volgens mij is dit nu de eerste keer dat ik er hier eentje opmaak in dit huis. Nou, zeg dat dat 4,5 maand is. Ja, dan is dat op zich best lang dat je ermee doet. Maar ja, ik heb er alweer 2 op voorraad, want ik zweer er gewoon echt bij. En dan hebben we nog de mascara van Ulje Gulsen Beauty. Ik moet zeggen dat ik uiteindelijk best wel heel erg enthousiast was over deze mascara. Deze heet overigens de, even spieken, het is er een beetje af joh. Maximum Volume Mascara, zeg ik dat goed? Ja, Maximum Volume Mascara, de tekst is er een beetje af. Ik heb deze natuurlijk getest omdat ik verschillende producten ging testen van Ulje Gulsen Beauty. En ja, deze kreeg je op een gegeven moment een keertje gratis bij je bestelling. Dus dat was ook nog eens een hele leuke actie. En ik vind het ook echt wel een fijn product. Het is een mascara die ik zeker niet als vervelend zou willen bestempelen. Ik heb al heel vaak verteld, ik test superveel mascara's. Bij de toppers zit er dadelijk ook weer eentje. Dus om mascara's opnieuw te kopen, dat is best wel uniek. Als ik echt denk van oké, die koop ik opnieuw, dan is het ook echt zeg maar de high standard onder de mascara's. Als ik deze nog een keertje zou krijgen, of ik weet gewoon echt niet wat ik moet kopen en deze komt op mijn pad, zou ik zeker niet teleurgesteld zijn. Het is een fijne mascara. Maar ja, mascara opmaken is gewoon lastig, want er zijn heel veel fijne.
fijne mascara. Zij is in ieder geval eerder positief als negatief, maar het was gewoon een fijne mascara. Het is wat dat betreft een beetje hetzelfde borsteltje als wat ik zeg maar altijd heb. Ik heb het liefst siliconen borsteltjes, dus dat was bij deze iets minder een match. Maar alsnog werkt hij gewoon heel erg goed en volume geeft hij zeker. Ik denk dat ik wel mascara's heb die mijn krul iets meer vasthouden, maar het is natuurlijk een volume mascara en dat doet hij. En dan heb ik dit product opgemaakt en dit is wel heel erg leuk, want ja, dit is een product wat ik niet dagelijks opmaak. Het is namelijk een lipstick, of ja, het is eigenlijk een Juicy Lip Balm. Dit is de Tarte Maracuja Juicy Lip. De sticker van de kleur is eraf, want deze heeft heel lang in mijn tas gezeten, maar het staat me bij dat deze kleur Orchid heet. En ja, je zou zeggen, er komt er wel wat uit, maar ik kan drukken tot ik een ons weeg, maar er komt gewoon niks meer uit. Maar ja, dit was dus echt mijn tas lipstick. En die heb ik gewoon echt super vaak meegenomen, bijgewerkt als ik ergens was of wilde bijwerken. En omdat hij dus ook een beetje juicy is, een beetje lip oil-achtig, was het ook fijn als ik dan gelijk droge lippen had. Dus ja, dit is echt een super fijn product. Ik heb natuurlijk onwijs veel lipproducten. Laatst ook weer heel veel nieuwe lipproducten gekocht. Dus om hierbij te zeggen, ik zou hem opnieuw kopen, dat durf ik niet te beloven. Maar het is zeker wel een fijn product. Ze hebben inmiddels ook ja, verschillende ervan. Dit was volgens mij een van de eerste collecties. Ze hebben ook een soort plumping varianten. Ze hebben inmiddels shimmer varianten. Het is echt een super populair product. En ja, it's well worth the hype. Dus als je echt op zoek bent naar zoiets, zo'n lekker klein dun lipstickje. Op zich natuurlijk ook hygiënisch, omdat het een kliksysteem heeft. Is het wel een aanrader. Dus tot zover de opgemaakte producten. Dan gaan we verder met de volgende categorie. En deze is ja, ietsje groter dit keer. En ja, ook tevens de laatste categorie dus, omdat ik alvast verklapt heb. Ik heb eigenlijk geen floppers deze maand. En dat zeg ik ook iedere keer, hè. Want ik vind het dan vooral zelf heel erg cool om een serie te hebben die heet toppers en floppers. En dan vervolgens zeg ik heb geen floppers. Maar dat is natuurlijk eigenlijk gewoon heel positief. Als ik iedere maand een flopper zou hebben, dan zou ik dus echt best wel veel miskopen doen. En vind ik eigenlijk natuurlijk ook niet zo fijn. Maar goed, we hebben wel een aantal toppers. En dat is natuurlijk wel heel positief. En ja, zoals altijd begin ik met de parfum van de maand. Je ziet het goed, dat is de ja, Black Opium parfum die ik onlangs getest heb in de make-up testen video. Dit is de Black Opium van Yves Saint Laurent en dan de Over Red Eau de Parfum. Dit is echt oprecht een verrassing vooropgesteld, maar ook echt voor mij een verrassende geur. Ik heb nu nog niks op, dus ik ga hem gelijk even opdoen. Ik vind het misschien voor nu, ik ga straks nog uit eten, dus op zich, nu kan het wel. Ik vind het wel echt meer een avondgeur. Maar ik heb een aantal reacties gehad onder de video van joh, ik ben echt Black Opium fan, dus ik denk dat ik dit ook wel lekker vind. Ik denk dat ook. Ik vond persoonlijk, heb ik verteld ook in de video, de Illicit Green, die is volgens mij van vorig jaar, ja leuk dat groen, maar echt heel vies. Dus mijn persoonlijke mening is dat echt je favoriete geur. Do your thing, maar mijn ding is het niet. Ik vind gewoon heel sterke koffiegeuren en die was best wel sterk naar koffie. En misschien de combinatie met appel, het was gewoon niet mijn ding. Hier zit met name wat meer een bloemige, zoetige extracten in. Onder andere dus ook kersen, vandaar dus ook rood. Ja, ik vind dit lekkerder. Alsnog is het gewoon een zware geur. Black Opium is ook echt wel een pittige geur. Maar ik vind hem wel meer, zeg maar, het waard. En ik heb hem ook echt inmiddels gewoon in gebruik genomen. Ik zal dus niet zeggen dat ik deze iedere dag op heb, want ik vind het best een zware geur. Maar als ik bijvoorbeeld zoals nu lekker vanavond sushi ga eten, ja, dan is dit top om op te doen, want ik vind het gewoon echt heel lekker. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze parfum of heel erg fan van Black Opium zijn en deze nog niet hebben geroken, dan zou ik zeker zeggen, ga eens even snuffelen in de winkel of misschien ook jouw ding is. En als ik deze omhoog hou, dan kunnen we zeggen dat het herfstplaatje volledig is. Los van wat ik vind van dit product, en daar kom ik zo meteen op. Dit straalt toch echt herfst uit aan alle kanten. Die kleuren, die overloopjes, dit is gewoon een herfstblad in de vorm van een douchefoam. Ik vind het gewoon echt super tof eruit zien. Dit is de Rituals Alchemy collectie, de nieuwe limited edition lijn van Rituals. Volgens mij voor het najaar, dus ook echt zeg maar voor de feestdagen. Ja, ik heb het al vaker verteld, ik ben op zich best een Rituals fan. Maar als we het hebben over de limited editions ieder jaar, ik heb eigenlijk ieder jaar wel gekocht. Ik heb een jaar of 3, 4 is dat alweer geleden, de Serendipity gehad. Ik heb toen het jaar daarna hadden ze volgens mij 3 soorten gehad. Dus de gouden, de roze en de rode. Nou, die heb ik toen gehad. Vorig jaar had je natuurlijk The Legend of Dragon. Die vond ik ook echt chef's kiss. En dit keer de Alchemy. De Alchemy is echt een hele warme, ja, een beetje, ik vind het zelf een beetje kaneelachtig. Maar er zit met name amber in. Nou, ik heb al heel vaak verteld, I love amber. Parfum, echt amber, altijd goed.
Ja, ik vind het een beetje een combinatie persoonlijk. Ik weet niet eens of er kaneel in zit, in alle eerlijkheid. Een combinatie van amber, kaneel en sandelhout. Dat is waar het voor mij naar ruikt. Maar het is heel warm. Het is echt een beetje cozy. Ja, ik vind het echt de ultieme najaarsgeur. En weet je, ik heb deze gekocht in Luxemburg. En ik heb deze gekocht tijdens mijn tripje in Luxemburg. Omdat ik zoiets had van ja, ik koop ze ieder jaar. Dus ik wil ze nu ook wel graag proberen. En in de winkel vond ik het ook lekker ruiken. Maar onder de douche hiermee. Oh, echt. Ik voel me gewoon een kaneelstokje onder de douche. Klinkt heel gek, maar ik vind het echt super, super lekker. Dus ja, je voelt hem misschien al aankomen. Ga ik een nieuwe kopen? Ik weet niet of ik per se ook een nieuwe douchefoam zou kopen. Maar ik heb de handzeep inmiddels bovenaan het lijstje gezet. Want dit is wel een geur waarvan ik denk, ja, dit is wel mijn cup of tea. Dus ja, ik ben helemaal in mijn warm-toned area, zoals ik vertelde. Maar daar doet dit absoluut ook eer aan. Dus heb je deze nog niet geroken en is amber, kaneel, sandelhout, warmte, rituals überhaupt helemaal je ding? Ja, dan moet je deze collectie echt gaan ruiken. Er zitten best wel wat producten in de collectie. Body scrub, body butter, handzeep. Nou, je had natuurlijk die door soort stone diffuser. Ik zal waarschijnlijk nog wat producten vergeten. Dit is voor mij altijd het meest gangbaar, want dit kan gewoon altijd. Maar het is echt een hele lekkere collectie. Dus advies om hem zeker even te gaan ruiken. Nou, dan hadden we het net nog over de shower... Nee, weer shower. Dan hadden we het net nog over de gezichtscleanser van Shiseido. En geloof het of niet, ik heb hier alweer een nieuwe cleanser. Ja, dit was eigenlijk best wel grappig. Ik vertelde dus, mijn moeder werkt bij de Douglas. Voor degenen die dat nog niet weten, die heeft uiteraard ook af en toe wel eens trainingen. Nieuwe producten die ze dan uit mogen proberen. En ja, dit is de nieuwste cleanser van de Clinique. En ja, ik denk dat ik al vaker heb verteld dat ik al jaren met heel veel liefde en plezier de oogcreme gebruik van Clinique. Ik heb eigenlijk ook altijd van dezezelfde lijn de oogmake-up remover gebruikt. Ik ben overgestapt puur omdat ik het best een kostbaar product vind. Maar als ik je één oogmake-up remover mag aanraden voor gevoelige ogen, is het sowieso Take the Day Off. Ik heb vroeger ook de cleansing balm gebruikt. Maar ja, ik wil natuurlijk ook gewoon variëren door de jaren heen. En van diezelfde Take the Day Off lijn is er dus nu een cleansing mousse foam, hoe je het noemen wil. Het is de Take the Day Off Facial Cleansing Mousse. Dus ja, mousse, maar het is een beetje foamy als je hem helemaal schuimt. Dit is helemaal mijn ding qua kleur, want het is echt een soort van paars, lila, metallic in een heerlijke strakke tube. Het is heel futuristisch, maar ik vind het er echt top uitzien. Ja, wat ik zeg, ik ben heel erg fan van deze lijn. Ik vind het dus ook heel tof dat ze hem toch nog verder uitbreiden. En ik ben wel een beetje into de cleansers dit jaar. Ik heb er al best wel een aantal gebruikt. Ik heb op vakantie ook nog iets gebruikt van Kiehl's. Ik dacht, ja, ik kan moeilijk met 3 cleansers in een video aankomen, maar de Calendula cleanser van Kiehl's is ook serieus best wel heel fijn. Dus ja, ik weet niet. Ik heb deze ook geprobeerd en ik dacht, ja, ik wil hem toch wel benoemen. Ik zal nog even voorlezen wat er achter op de tube staat, want uiteraard, ja, is dit gewoon een kwestie van zelf ervaren. Maar het is echt een beetje moussy. Dus als je hem lekker opschuimt in je handen, dan heb je echt een soort van, ja, het is niet een soort van kleistructuur, maar wel een soort van hele smooth, ja, toch een beetje dikkere mousse. Ja, het is echt heel lekker. Het is metallic, dus het is vrij lastig om dit voor te lezen, maar ik ga mijn best doen. De cleanser is voor een hele droge tot hele vette huid. Dus oftewel voor all skin types. Het is een Luxurious Silky Mousse. Het is een Luxurious Silky Mousse Condition Skin and Effectively Removes Longwear Makeup. Dus het is ook echt best wel bedoeld als een cleanser voor make-up. Ik doe eigenlijk altijd eerst mijn oogmake-up remover, jojobaolie, om echt even alle restjes goed los te weken en dan een cleanser. Maar stel dat je zegt, joh, 1 keer cleansen is voor mij genoeg, dan doet deze in principe ook je make-up eraf halen. Maar ook vuil en oliën. Leaving skin clean and smooth, use twice a day, avoid eye area. Dat laatste is wel heel belangrijk, want door de structuur is het dus echt niet de bedoeling om dit op je ogen te gebruiken. Dezelfde lijn heeft dus ook een cleansing balm en een oogmake-up remover. Dus dat is ook echt niet nodig om dat te doen. Maar even een tip, dat was echt wel een hele strenge warning die mijn moeder ook meekreeg tijdens de training. Maar ik vind het dus echt een hele fijne cleanser. Het is echt, wat ik zeg, heel voedend, heel rijk. Het is niet te vet, maar ook zeker niet dat het uitdroogt. Ja, ik voel deze wel. Dus ik dacht, ik wil hem toch benoemen. Ik weet dan ook niet in alle eerlijkheid welke ik dan fijner vind. Ik vind deze weer wat luchtiger. Dus misschien is deze ook weer juist lekker voor de zomer. Is deze weer juist zo lekker voor de winter? Ik vind ze allebei fijn, maar ik wilde ze toch benoemen. En dan door met de make-up producten, want ik heb er natuurlijk een heleboel getest zoals ik al vertelde. En we zijn nog niet klaar, want ik heb inmiddels, ja, ik had nog een aantal producten die ik niet in de video had laten zien.
En er waren nog een aantal producten die nog op mijn wishlist stonden. Dus binnenkort komt er weer een nieuwe make-up testen video. Want ik dacht, ja, weet je, ik kan wel alles gaan bewaren tot volgend jaar. Maar daar wordt helemaal niemand blij van. En ik vind het zelf ook zonde. Dus ik dacht, ik vul het nog even aan. En ja, die komt binnenkort in ieder geval. Maar ja, wat ik in ieder geval wel heel erg fijne producten vond, dat zijn dus deze. Ik heb dus echt de producten eruit gepikt die ik na het gebruiken van de make-up testen video gewoon echt bijna iedere dag weer erbij gepakt heb. Of eigenlijk zelfs iedere dag. En om te beginnen, waarschijnlijk geen verrassing, dit duo. Ik had serieus bij deze echt niks qua verwachtingen. Maar bij deze ben ik echt helemaal overrompeld van hoe mooi deze is. Dit is dus de nieuwe foundation stick van Dior. Ik heb hem dus nu 1,5-2 weken in huis. Nou, ik moet eens kijken hoe weinig eruit is. Terwijl ik voor mijn gevoel meer gebruik als met een liquid. Maar ja, dat is natuurlijk met een stick wat lastig te beoordelen. Nou, ik heb hem nu ook op. En ja, weet je, het voelt alsof ik meer opdoe. Omdat ik zeg maar heel erg aan het smeren ben met zo'n stick. Maar het zit heel mooi op de huid. Heel natuurlijk op de huid. En ja, hij is best zuinig. Dus ja, weet je, ik vind hem gewoon heel erg mooi. Het is een makkelijk product. Het werkt snel. Je kan het zelfs alleen maar plaatselijk aanbrengen als je wil. Dior heeft hier echt weer iets super, super nice neergezet. En ik vertelde het al in de make-up testen video. De Dior Forever lijn, de Dior Forever Foundation, de liquid die er al jaren is, is ook echt een classic. Daar hebben ze nu een stickversie van gemaakt die super smooth is, blurring is. Dior, echt, dit is het product van het jaar wat jullie merk betreft. Maar misschien zelfs wel de foundation van dit jaar. En dan is de concealer van MAC. Ik vertelde het al, ik gebruik echt al jaren eigenlijk geen gezichtsproducten meer van MAC. Ik heb vroeger met heel veel liefde de Pro Longwear Concealer gebruikt. De Studio Fix Fluid Foundation, de Mineral Eye Skin Finish. Allemaal niet meer en ja, concealer dus ook al jaren niet. En toen kwam deze uit en op de een of andere manier, hij sprak tegen me. Ik dacht, oké, I will try. Ik vind de kleuren wel echt heel lastig. Dus ik heb mijn kleur gevonden. Maar mijn advies is, als je hem ook wil kopen, ga dat gewoon even checken bij de counter. Want ja, gokken en de verkeerde kleur kopen, dat is gewoon heel zonde. Ik heb dus N12 voor de duidelijkheid. Ik moet wel zeggen dat deze aan de donkere kant is. Omdat ik natuurlijk ook op vakantie ben geweest recent. Dus heb je lichtere kleur nodig, zou ik dat dus echt eventjes gaan swatchen als ik jullie was. Maar ik vind deze concealer echt super mooi. Ik moet soms ook echt een beetje oefenen van wel poeder, niet poeder. Hij is zelfs zonder poeder mooi. Maar ik vind hem nog net ietsje smoother met een poeder. Zodat hij gewoon ja, glad is. Nou ja, ik heb hem nu op. Ik ben gewoon echt heel erg onder de indruk van deze concealer. Hij heeft een mooie hydraterende finish. Hij is luminous zonder dat het heel oily is. Ja, we kunnen lang en kort over praten. Hij blijft heel lang zitten. Dus dit is, ik weet niet of het de beste concealer zeg maar ever is. Want ik vind die van Natasha Denona ook nog steeds heel fijn. Maar het is echt wel top 3. En dat is echt wel zeg maar tegen mijn verwachtingen in aan de positieve kant. Maar ook heeft me echt verrast. Serieus verrast. Wat ik ook niet had verwacht, wat eigenlijk gewoon best wel een beetje voor de gok, eigenlijk voor de gein meer gekocht was, dat is die contourstick van Sephora. Ik heb hem nu ook op, wederom gecombineerd met de Chanel bronzer, want ja, die is eigenlijk ook favoriet. Ik heb hem niet in deze video gedaan, maar oordeel zelf maar. Ik vind het wel gewoon echt heel erg mooi, maar de schaduw, de contour die je ziet, dat is echt deze stick. En wat ik zei, hij is €14, geloof ik even uit mijn hoofd. Dit is echt serieus een hele smooth stick. Prachtige kleur. Best wel budget eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon jammer dat we dus met alleen al dit product geen Sephora in Nederland hebben. Want dit is eigenlijk gewoon de budget versie, ik ga het gewoon even zeggen, van de Dior contour stick. Want die contour stick van Dior heeft ook een beetje deze cool toned medium light kleurtjes. Dus ja, ik ga het gewoon zeggen. Dit is een dupe. En ik heb die dupe. Ik hoef die Dior contour stick niet meer. Of die nou mooi is of niet, I like this one. Dus ja, ben je binnenkort bij de Sephora, deze moet je echt geprobeerd hebben. Ik ben serieus onder de indruk. En heb hem dus ook sindsdien bijna iedere dag gebruikt. Persoonlijk zou ik wel zeggen dat ik het meer een contourstick vind. Dat vind ik toch net even wat mooier om nog een bronzer overheen te doen. Maar er zijn dus ook bronzersticks van die volgens mij wel een beetje dezelfde formule zijn. Dus misschien dat je ze zelfs wel allebei zou kunnen proberen. En dan heb ik ook nog twee highlighters. Deze hebben jullie eigenlijk niet gezien in de video. Deze wel. Nou, weer Dior. Ik zei het al in de video. Ik schaam me er eigenlijk gewoon een beetje voor hoeveel Dior er in één keer in deze video zit. Maar ja, ik zit een beetje in de Dior era. Wat een era was heb ik dit jaar. Maar dit is de Glow Maximizer van Dior in de kleur pink. Ik heb deze ook nu op. Ik vind dit gewoon echt een
prachtige highlighter. Ik had dat niet verwacht, wederom. Ik heb mezelf echt verbaasd, zeg maar, in de video. Omdat dat roze, dat is normaal helemaal niet mijn ding. Zo licht niet. Ik hou meer van champagne of een beetje goud. Of meer een beetje een soort beige glow. Roze was nooit mijn ding. Maar deze is zo stunning. Ik vind hem echt prachtig. Maakt niet uit welke blush, maakt niet uit welke oogschaduw. Hij kleurt overal bij. Want het is ook niet dat hij heel icy is. Dus ja, weer lang en kort over praten. Maar oordeel zelf maar. Het is echt een aanrader. Super mooi product. En dan is dit dus eigenlijk een beetje soort van herontdekt product. Ik vertelde al in de vakantieshopblog dat ik mijn wenkbrauwen had laten waksen bij Benefit in de Sephora in Alicante. En ja, de beddenbabe, zoals ze die daar noemen, dus degene die mijn wenkbrauwen heeft gedaan bij de Benefit stand, die vertelde gewoon onder dat ze bezig was. Nee. En die vertelde gewoon tijdens dat ze bezig was een beetje wat haar faves zijn. En toen zei ze van, nou ja, deze highlighter gebruik ik overal voor oogschaduw, een beetje boven je lip of zelfs onder je lipstick als highlighter of mengen zelfs met poeders. Want ik denk van, nou, die is wel heel enthousiast. Welke highlighter is dat? En toen dacht ik eerst dat ze de cookie highlighter bedoelde van Benefit. Want die is best wel heel intens. Ik heb die volgens mij niet meer uit mijn hoofd. Of nog wel? Nou, weet ik niet meer. Een hele blinding highlighter van Benefit. Echt wel impressive. Maar ik heb deze ooit een keer gekocht. Deze heb ik echt al een hele lange tijd. Of gekregen eigenlijk van mijn moeder toen we in Londen waren. Ik denk dat dit misschien al 5-6 jaar geleden is, als het niet langer is. Ja, deze heb ik echt al heel erg lang. Dit is de Dandelion Twinkle van Benefit. Maar ja, omdat zij er dus zo enthousiast van was, ik zal hem even swatchen, dacht ik, ja, dan moet ik die ook weer gebruiken. En in de tijd dat ik deze dus kreeg van mijn moeder, waren de blinding highlighters toen heel erg een ding. Nu is dit eigenlijk wat meer een ding. Dus echt een beetje die pearly, ja, pearly highlight. Je zou bijna zeggen dat dit soort van de liquid versie is van deze. Deze is misschien iets rozer, maar dit is gewoon een hele mooie, ja, wat ik zeg, een beetje parlemoer-achtige finish. Dus ja, ik heb deze dus, had ik nog in mijn collectie en ik ben hem gewoon weer gaan gebruiken. En Carolina, ik kan je geen ongelijk geven. Dit is inderdaad echt een hele mooie highlighter. Dus ik wilde dat toch nog even benoemen. Herontdekt in mijn stash, de Dandelion Twinkle van Benefit. En dan de laatste twee make-uppies. Dat zijn twee producten voor de ogen. Ik heb natuurlijk ook best wel wat lipproducten uitgeprobeerd, nieuwe producten. Maar er was geen één product dat ik echt dacht, die moet je hebben. Ik vond alles eigenlijk wel mooi. De lipstick van Fenty die ik nu op heb, vind ik ook mooi. Maar ja, dan had dit voor mij toch iets meer, zeg maar, dat ik dacht, die moet je echt hebben. Maar laten we in ieder geval zeggen dat het ook geen floppers zijn geworden. Nou, je ziet het al, het spice paletje van Anastasia, of de mini spice moet ik eigenlijk zeggen. Wat een prachtig palet. Weer ook iets waar ik in de video echt serieus gewoon helemaal flabbergasted van was. Ik heb door de jaren heen best wel wat Anastasia paletten gebruikt. Echt niet allemaal. Het was echt zo'n hype op een gegeven moment. Modern Renaissance, de Soft Glam, de Sultry. Nou, nog veel meer. Heb ik eigenlijk allemaal niet gehad. Nee. Dus eigenlijk toen de vernieuwde paletten waren. Dus de Nee, niet de Modern Renaissance. Oh, heet die andere nou? Ik ben even de naam kwijt. Nou, in ieder geval de Cosmo en die daarvoor. De Renaissance. Volgens mij de Renaissance. Nee, ook niet de Renaissance. Ik weet het even niet meer. In ieder geval de grotere paletten die hiervoor zijn uitgebracht. Ja, vond ik op zich wel oké. Het Cosmo palet had echt wel interessante kleuren. Maar toen ik hier de foto's van voorbij zag komen, toen had ik al zoiets van, oeh, wij hebben een connection, zeg maar. En ja, ik ben echt super blij met dit palet. Ik kan niet anders zeggen. Ik moet wel zeggen in alle eerlijkheid dat er in zo'n klein paletje meestal wel één look zit die ik heel veel gebruik. Dus dat wil eigenlijk zeggen deze kleur, deze twee kleuren en dan deze op het ooglid. Dit is echt mijn favoriete shimmer. Maar dat is wel echt, zeg maar, die signature char look. Dus een beetje burgundy bruine Outer V. Echt een super glitterige champagne metallic op het ooglid. Ja, dat is gewoon helemaal mijn ding. Dus mocht je echt nog op zoek zijn naar zo'n perfect everyday palette en je houdt er erg van bruin, burgundy, kaneel, spicy-achtige kleuren en een aantal hele mooie metallics, ja, dan moet je deze gewoon echt hebben. Ik heb nog getwijfeld om ook nog het Sugar palette te kopen. Dat is het andere palet van de Holiday collectie. Maar ik ben gewoon niet meer zo into de paars, into de groen, into de blauw. Dus ik vind vooral de basiskleuren in dat paletje heel erg mooi. Ook al zijn die best wel cool toned. Maar dit is echt, zeg maar, niet een vraag. Dit is gewoon you need it. En als laatste, ja, ook de mascara van Charlotte Tilbury. Ik heb hem nu ook weer op. Die meid heeft, die vrouw, want ze is een stuk ouder als ik, die heeft gewoon echt een super, super impressive mascara uitgebracht. Sowieso natuurlijk de verpakking. Wat ik echt een top vind, dat heb ik niet eens in de video laten zien. Als je hem dus open doet, je draait hem weer dicht, dan zie je dus dat hij op een gegeven moment niet dicht zit. Dan kan je dus nog een soort van doordraaien. Dan hoor je echt een klikje.
Mascara's drogen super snel uit als je ze niet goed dicht doet. Nou, ik let er altijd wel heel erg op, maar zo'n extra klikje, al zit het alleen maar mentaal, heb ik toch het idee dat die nog wat langer, zeg maar, in gebruik is. Ik heb wel eens vaker gehoord dat een glazen verpakking, want dit is dus van glas, ook beter is voor de houdbaarheid. Dus alleen al om de looks. Echt super impressive, maar ja, de mascara is super zwart in de positieve zin. Geeft echt volume, maakt mijn wimpers echt wakker. Je zou bijna, zeg maar, de wake-up mascara moeten noemen. Nou, hij heet dus Exaggerize. Maar het is absoluut een volume mascara en ja, ik ben fan. En op zich die van Old J ook fijn, maar of ik deze opnieuw zou kopen, zou ik dan sneller ja, omdat ik hem echt wel impressive vind. En ik heb het al vaker verteld, ik ben best wel Charlotte Tilbury fan. Maar alle andere mascara's tot dusver, vooral de laatste, de Pillow Talk, echt verschrikkelijk. Ook om eraf te halen, dat is bij deze echt al way better. Ja, dit is gewoon, dit is die mascara van Charlotte waar ze al 10 jaar geleden mee uit had moeten komen. Dit is eindelijk de mascara dat ik zeg en deze is het wel waard. Deze is echt fijn. En als allerlaatste product voor deze video heb ik weer een Gucci favorite. Nou, misschien dat als ik nu hiermee aan het knisperen ben, dat ze er wel iets van me gaat merken en dat ze dadelijk in één keer naast me staat. Maar dit is eigenlijk een Gucci fave. Ik denk dat je het eigenlijk al kan zien. Het zijn deze balletjes. Ik zal er even een paar uithalen. Het zijn eigenlijk gewoon zachte balletjes met een soort van glitterstekeltjes eraan. Ze zijn een beetje poofy, maar ja, best wel simpel, eigenlijk best wel basic. Maar dit is eigenlijk een beetje het grote formaat van... Vroeger had je van die kleine balletjes die je van op die cadeautjes, zeg maar, kon plakken. Nou ja, mijn moeder werkt natuurlijk bij Douglas. Is echt impact queen to the max. En heeft al heel veel van dit soort balletjes en dingetjes door de jaren heen op cadeautjes gedaan. En onze kapster waar we vroeger heen gingen, hi Hester, die had vroeger 2 katten. En die vroeg altijd aan mijn moeder van, joh, als jullie weer van die kleine balletjes hebben, of als we bijvoorbeeld een cadeautje of zo gingen halen, mag ik nog 1 of 2 van die balletjes om mee te nemen voor de katten? Want die katten waren er echt, ik weet het nog precies, helemaal lijp van. Die waren denk ik iets kleiner als dit, iets groter als de helft kleiner. Echt bizar, dat was helemaal hun ding. En laatst was ik dus een beetje aan het shoppen bij Shein, puur voor Gucci, want ik koop er zelf eigenlijk weinig. Meer als ik bijvoorbeeld een themafeestje of zo heb, in alle eerlijkheid. Maar voor Gucci heb ik echt al een paar keer goede dingen gescoord. Essentials, maar dus ook speelgoeddingetjes. En ja, ik weet niet meer exact, maar volgens mij kostte dit hele zakje met 30 van die dingen, ik geloof nog geen 3 euro, dus het is echt heel cheap. En ja, ik zag het, het kwam voorbij en ik stuurde mijn moeder een foto zo van, mam, is dit, zeg maar, wat de katten van Hester altijd zo tof vonden? Ze zegt, ja, dat zijn ze. Dus je raadt al hoe dat ging op WhatsApp. Dus ik zeg, oké, dan ga ik ze bestellen. Nou ja, en ik hoefde er hier maar eentje uit te halen. Het begon met een roze. Nou, Gucci is helemaal into de paars en de roze. Er zit helaas geen paars in, maar roze is ook leuk. Is echt natuurlijk een meisje. Die was gelijk licht overal. Ik moet wel zeggen dat die stekeltjes, dat laat af en toe een beetje los. Dus die zie ik wel eens voorbij komen op de grond of in de stof. Zuiger, maar ja, details. Maar ja, echt, ik hoef je maar mee te gooien of maar gewoon zo te doen. Ze is helemaal hooked ervan. Dus laat dit echt een tip zijn voor alle catmoms. Super goedkoop en heel veel plezier ervan. Echt serieus. Ik weet zeker dat als ze nu naast me zat en ik gooi hiermee, en zeker zo'n hele hand vol, nou, die is helemaal enthousiast. Dus ik had natuurlijk laatst die krinkelballetjes laten zien van Beasties. Die zijn nog steeds erg favoriet. Maar dat enthousiasme niveau is dit ook. Dus dit is ook echt een aanrader. Ik heb ook besloten dat ik als Gucci een jaar is, dat is eind maart volgend jaar, gaan we nog een keer samen een video maken. Of nou ja, samen. Ik praat natuurlijk en Gucci is waarschijnlijk af en toe in beeld. Beetje zoals de Welkom Lieve Gucci video, maar dan ja, echt gericht op het eerste jaar. Wat waren mijn bevindingen? Wat had ik bijvoorbeeld niet verwacht en wel gebeurd? Bijvoorbeeld over sterilisatie, want dat was toch ook best wel een avontuur met z'n tweeën. Ja, de dingen die je echt moet kopen, die bijvoorbeeld net als dit heel goedkoop zijn, maar super enthousiast voor je kat. Dat. Dus er komt echt nog een uitgebreide video, maar daar wil ik nog even mee wachten tot we het hele cyclusje rond hebben qua leeftijd. Maar eigenlijk is Gucci iedere maand gewoon favoriet. Want ik ga iedere dag meer van haar houden. Dus dat is gewoon het verhaal. Dus je hebt het al door. Cadeaus kopen voor je kind, check. Dat is absoluut het geval hier thuis. En superleuk, heel veel collega's van mij op het werk hebben ook katten. Eentje heeft een ragdoll, andere heeft bijvoorbeeld een Europese korthaar. Maar we hebben het continu allemaal over, wat is jouw favoriete speelgoed voor je kat? Of vertel eens, hè, hoe ging dat bij jou gisteravond op de bank? Dus het is superleuk om met mede-cat-mommies gewoon lekker de hele tijd te kletsen over je kat. En ik ben ook zo, dus het is
echt super leuk. Nou ja, en dan waren dit dus eigenlijk weer de toppers en niet de floppers van oktober. Ja, ik vond het een heerlijke maand met heerlijke ontdekkingen. Ja, ik vond het gewoon leuk. Ik heb genoten. Ik ga heerlijk onder de douche. Ik maak weer mooie ooglooks, al zeg ik het zelf. Dus ja, ik ben happy. Dus ik ga gewoon lekker de komende maand weer wat nieuwe dingen uitproberen, zoals ik al vertelde. Ik heb toevallig vandaag de eerste look opgenomen met het I Need a Warm Palette van Natasha Denona. Dus die komt ook binnenkort. En in ieder geval tot aan het nieuwe jaar, of eigenlijk zelfs de eerste maand van het nieuwe jaar, heb ik al video's vooruit gepland. Dus ik ga in ieder geval nog wel wat leuke video's maken de komende periode. Dus ja, mocht je zitten te kijken en denken, ja, ik kijk, maar ik ben eigenlijk niet geabonneerd. Ja, doe dat dan, weet je wel. Join the club. En dat is gewoon heel eenvoudig. Het is gratis via de rode abonneerknop onder de video. Word je ook gewoon lekker lid van de Shore Academy familie. En ben je nou ook zo'n fan van de toppers en floppers video's en wil je die zeker in 2025 nog steeds blijven zien? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En laat me natuurlijk weten in de reacties wat jouw toppers en floppers waren van de afgelopen maand. Dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En zie ik jullie graag volgende week zondag weer met een nieuwe video. Tot dan! Doei!